Dit is natuurlijk niet echt wat je op Instagram en op YouTube meestal ziet. Dit zijn de voor- en nafoto's. Daarnaast hebben we nu 107 katten. Stel, je wilt je huis opleuken. Waar begin je dan? Waar kun je rekening mee houden? Zijn er duurzame keuzes te maken waar je van het bestaan niet af wist? Ik ben Marije en dit is Max en wij gaan ons huis een makeover geven. Hallo lieve mensen. Hallo. Welkom bij deze video. Kijk, ik ben te flauw voor dit. Hallo lieve mensen. Hallo. Really? Ja. Welkom bij deze soort van nieuwe videoserie waarin we dus laten zien hoe we ons huis waar we nu 3,5 jaar wonen gaan aanpakken en op een zo duurzaam mogelijke manier dat gaan doen. We gaan van ons nieuwbouwhuis een warm thuis maken. Oh. Ja. Maar Marije, vertel dan, waarom nu pas na 3,5 jaar? Nou Max, dat komt omdat we wonen hier eigenlijk pas zelf 2,5 jaar. Omdat meneer een baan aangeboden kreeg in New York een tijdje terug. En we zijn toen gaan emigreren, hebben een jaar in New York gewoond. Als je daar nog oude video's van wil kijken, die echt onwijs cringy zijn, ongetwijfeld. Dan staan die nog allemaal op mijn kanaal. Oude video's. 2016. Ik ben er helemaal uit. Ja, en ik kan hem ook niet zomaar overpakken van hier. Ja, wij gingen dus emigreren en daardoor hebben we eigenlijk ons huis nooit klaargemaakt of leuk gemaakt op het moment dat we erin gingen. Ja, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. We waren een jaar weg, dus we moesten het huis verhuren. We kregen de sleutels van dit huis echt vlak voordat we weggingen. Met een nieuwbouwhuis duurt dat altijd heel lang en je weet nooit precies wanneer je het krijgt. En het hele New York verhaal kwam pas veel later dan dat we het huis kochten, speelde dat op. Ja. Dus toen hadden we ineens 3 weken om dit huis klaar te maken voor de andere mensen die erin moesten wonen. En dan is de enige optie die je hebt om het in te richten is van snel. Ja, dus we hebben echt in die 3 weken die we hadden, hebben we 1 vloer erin laten flikkeren door mensen. Laten zetten overal dezelfde vloer ook. Mm-hmm. In één dag. Alle muren laten doen, gewoon 1 kleur wit. Ja. En daarna een allegaartje van meubels die we nog hadden, hebben erin gegooid. Prachtig tv-meubel dat ik zelf gemaakt heb. Ik ben nog steeds trots op. Staat nu in de tuin te vertieven. Ja, ik zal even een shotje daarvan van oude beelden erin gooien. Ja, dus daardoor is het nooit afgemaakt. Dus op het moment dat we ook weer terugkwamen uit New York, daar hadden we ook weer een heel huis moeten inrichten. En dus toen we terugkwamen hadden we zoiets van, even zitten hoor. Even gescheten, ja precies. Ja, dus we zijn gewoon gaan wonen. En nu, 2,5 jaar later, of 1,5 jaar later. It's time! Ja, want we hebben behoefte aan wat persoonlijke... Een persoonlijke touch. Persoonlijke touch, persoonlijke sfeer. Een stukje karakter. Ja, ja. Dat moet in het huis komen. Daarnaast hebben we nu 107 katten. Dat is tegenwoordig het officiële laatste getal van de katten die wij hier hebben. Ja. En die moeten ook een beetje met elkaar leven. Ja. Dus daar gaan we ook aanpassingen voor doen. Want ja, je wil niet overal kattenbakken hebben staan. En zij moeten het ook een beetje leuk en gezellig hebben. Dus er zijn 3 dingen. Ja. Dus we willen het mooi maken. Gewoon eindelijk het huis dat we in gedachten hebben. We willen dat zo duurzaam mogelijk doen. Ja. Kijken wat je voor dingen tegenkomt. Wat voor keuzes je moet maken. Kan maken ook. En we moeten een leefomgeving voor al die beesten zien te vinden. Want ze zijn met z'n 5 en ze moeten toch hier met elkaar rooien. En daar moet je rekening mee houden. Ja. Dus we gaan jullie meenemen in dat proces. Dat zal niet elke week zijn, maar tussendoor komen weer andere leuke video's. En ja, ik zou zeggen, leef met ons mee. Nee, dat slaat nergens op. Heb je vragen of suggesties, dan laat het vooral ook eventjes weten. Want daar zijn we helemaal benieuwd naar. Ja, want we zijn gewoon volop bezig terwijl jullie deze video zien. Ja. Dus suggesties kunnen we ook daadwerkelijk nog wat mee doen. Het is niet dat we dit allemaal al gefilmd hebben en dat het klaar is. We zitten er middenin. Ja. Behalve als je dit natuurlijk in 2023 kijkt, dan hoop ik het van niet. Maar ja, dan zie je ons op Help Mijn Man Is Klussen. Oh, is dit dan de afsluiting? Doeg! Oké, over naar de... Nee, wacht. Over naar jou, Marije. Maar jij bent toch... Ja, maar dat is toch... Want de volgende beelden ga ik dan toch dingen laten zien. Waar is Marije? Zo, goedemorgen.
De allereerste stap is meteen een hele grote, want nou, je ziet het al een beetje. Ons huis staat helemaal op zijn kant. En dat komt omdat wij deze muur, Max, demonstreer even de muur. Deze, hij is bijna 5 meter hoog. Die gaan we bekleden met bakstenen. Bekleden? Nou, dat gaan we niet doen hoor. Nee, dat gaan we laten doen. En ja, het is misschien niet een, per se een super duurzame tip. Maar Wat? Er was van? Moet gewerkt worden hier. Het is misschien niet een mega duurzame tip, maar, want het is niet alsof we plastic uit de oceaan halen en daar bakstenen van brouwen. Maar helemaal toe man! Maar deze muur hou je natuurlijk echt de rest van je leven. En in die zin is het een soort van duurzaam, omdat ja, dit blijft er voorlopig nog wel een tijdje op zitten. Dit is een lange termijn investering. Een lange termijn investering. Dankjewel, Max. Maar ik ben super excited. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat worden. Het hele huis gaat erop veranderen. Dat denk ik echt. We kwamen overigens hierop omdat Max deze muur in de keuken had geschilderd. Met een soort van oud roze. En hier ook. En toen wisten we gewoon niet meer wat voor kleur we daarbij moesten doen. En toen bedacht ik opeens van... Ja, wij zitten altijd te geilen op die bakstenen muren in de restaurants, als die dat hebben. Why not do it ourselves? Nou ja, laten do doen it dus. Doe het laten doen ourselves. Yes. Dus zodoende. De meneer komt er zo aan. En ik ben excited. Ben je ook excited? Gezellig. Ik vind het wel mooi te horen. Ja, vind je het wel een mooie kleur? Laten we het gewoon zo. Dit is geel. Dit design noemen we steekje achter bij een parkeergarage. Ja, zijn jullie klaar voor het resultaat? Weet je, ik ga jullie reactie gewoon niet eens afwachten. Ik ga het meteen laten zien. Nou, Ramon en ik zijn super blij met het resultaat. Dit zijn de voor- en nafoto's. Heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Misschien eventjes goed om te vermelden is dat we alles zelf volledig hebben betaald. We hebben niets gekregen hiervan. Maar ik wil er toch nog wat over vertellen omdat ze veel duurzamer waren als bedrijf dan ik dacht. Stonepress heet het. En ze maken dus al hun eigen bakstenen, maken ze helemaal zelf van natuurlijke materialen. Alles doen ze zelf, dus het is een super lokaal product. Boter. De afvalstroom van alle bakstenen en voegen die ze niet gebruiken, die worden gewoon weer gerecycled tot nieuwe bakstenen. En de energie die ze nodig hebben om dus die bakstenen te maken, wordt gehaald uit zonnepanelen. Nou, fantastisch. Kortom, ik kan het je heel erg aanraden. Ja, hallo, het is zondag. En wat doe je op zondag? Dan ga je naar de bouwmarkt. Nou, check, hè Max? Hallo lieve mensen. En dan ga je klussen. Nou, we mogen het eigenlijk geen klussen noemen. Oké, okay, we hebben iets gekocht. En dat is een pakket voor een kastje wat je dus om je kattenbak kan doen. En een kattenbakkastpakket. Ja, en dat is van heel duurzaam materiaal gemaakt, toch, zeiden ze? Gerecycled geperst karton is het al. Dank u. En ja, dat gaan we nu in elkaar zetten. Nou ja, het is gewoon weer een relatietest, hè? Yeah. 8 jaar, maar je moet het af en toe gewoon nog even blijven uitdagen. Op de proef stellen. Ik ga even niezen. Oké, okay, doe dat. Ja! Yes! Doe normaal, man! Zij niezen. Oké, goed. Nou, spannend, hè jongens? Vinden jullie het ook zo spannend? Stap 1 is zoek de handleiding. Want ik weet niet. Oh. Ja, stap 1 is voor. Oh ja, paper products are recycled after use. Dus al jullie oud papier. Dat is nu geprakt tot een... Dat is heel sterk, kijk maar. Dude. Kijk. Dit gaan we doen. Wat? Wat spelen? Ja, dan kunnen mensen het zelf ook maken. Laat die zeggen. Nee, dat is ook een idee. Ja! Check your privilege, Max. Oké.
Carefully remove the protective layer, leaving the 3M adhesive on seaboard. Adhesive so shown in yellow. Yellow. Ja, shown in yellow op dat ding. Oh. Ik weet dat ik dit moet vragen. Ik bedoel, ik geef het 3 minuten voordat ik het ding in mijn handen heb. Oh, kijk. Want dit is dus ook heel tof. In die kast zit dus dit. En waarmee dus de katten lopen hier dus over als ze dan uit het kastje komen. En dan blijft er geen korrels achter. Nou, dan blijven hier de korrels achter. In plaats van overal door je huis. Want dat doen katten. Eens even kijken. Deze jij maakt, ik heb geen zin. Als je trouwens denkt dat dit dan heel goedkoop is, omdat het van gerecycled papier is. Nee. Volgens mij heb ik er €124 voor betaald. Voor karton. Voor karton. Karton. Voor katten. Middels hierboord. Ik ben niet tevreden over de camera, jongens. Waar zit het hele ding eraf? Hier. Nou ja, dat gaat wel goed. Hey. Oké, hier drie in. Dit is wat... Yeah, is that what she said? Then she was she was having a good time, yes. Yeah, press down firmly. Oh, met een plak natuurlijk. Firmly. Oh, hey. Dit is wel een leuk kastje. Het is super makkelijk. Als jij de instructies opleest. Ik kan doen. Is it going to be easier? Look into the camera like, where the fuck is the camera? Okay. Was dit het alweer? Ja. Hey. Hey. Ik vind het nogal wat. Hier mijn doos. Ja, maar een klein dagje dan het was. Nou, wel iets subtieler. Nee, niet hoor. Ik vind het eigenlijk mee wel. Ja? Ja. Nee. Skitterend. Tada. Is dit het? Tada. Je betaalt €124 voor. Oké, okay, dus even voor de mensen thuis, hè. Kijk, even je bek met een grote S. Kijk, hier gaat de kat dan in en dan kan hij zo hier er doorheen. En dan is hier dus de kattenbak. En dan is die mooi verstopt. En hebben de katten ook een beetje privé als ze dan hun behoeftes doen. Dat is ook prettig voor hun. Oké, okay. Nou, bedankt voor het kijken naar deze geweldige tutorial. Of kijken met klussers. Klussen met kijkers, is het zeker. Klussen met katten. Alles voor deze lieve snoetjes, hè. Kijk, we hebben hem nu dus hier staan. En dat is zoveel opgeruimder dan die kattenbak daar. En altijd korrels hier zo. En dan stond hier allemaal oud papier en... allemaal rommel en zo. Dit moet nog weg. Dus, yay! Ja. Vandaag gaan we declutteren. Wat, laten we even eerlijk zijn, gewoon een fancy woord is voor opruimen. En dat is belangrijk, want als je dingen gaat verbouwen in je huis, dan wil je natuurlijk eerst even een opgeruimd gevoel hebben. En wat lucht en wat ruimte. En daadwerkelijk plek om mee te werken. Dus, dat gaan we vandaag mee beginnen. En we hebben behoorlijk wat plekjes die wel gedeclutterd mogen worden. Kom maar even mee. Let's get Marie Kondo on this bitch. Kijk, want ten eerste, doe mij de deur open even, Max. Alright, hier gaan we. Wat zit er achter deur nummer 1? Oké, okay, nou, dit is dus... een fucking bende. Ja, de eerste bende. Vooral heel veel schoenen. Maar goed, dit, ik weet niet wat hier allemaal staat, moet opgeruimd. Dan ben ik even omhoog gelopen naar de slaapkamer. Dit is de logeerkamer, nee dit is niet de logeerkamer, dit is de gitaarkamer, noemen we hem. Tegenwoordig is de kattenkamer. Maar het is eigenlijk gewoon nu wel de kattenkamer en een fucking mes, dus ik ga even heel snel doorheen, zodat jullie het niet zien. En nou niet op pauze zetten, zodat je het even sneaky kan kijken, want het is echt een heel erg grote troep. Anyways... deze kast, weet ik ook niet wat erin staat. Nou ja, handdoek in de koffer, ik zie het wel, maar verder, I have no clue.
En ook nog allemaal troep. Ja, ik schaam me hier wel een beetje voor, moet ik zeggen. Dit is natuurlijk niet echt wat je op Instagram en op YouTube meestal ziet. Deze troep. Dus dit is een eenmalig inkijkje. Die forever online staat, dus het slaat nergens op. Oké, en dan hebben we nog een laatste kast. En Deur nummer drie. En die, wordt ook gewoon steeds maar weer vol gegooid. Ja. Oh. Alles is veel erger dan ik denk dat het is. Ja, dus daar, dat is ook weer allemaal, nou, en die deur, nou, je snapt het, dat is hetzelfde. Maar weet je wat het ook gewoon is? Dan heb je, wij kwamen dus 2,5 jaar terug uit New York. En dan, toen hadden we vet weinig spullen. Want toen hebben we een mega opruiming natuurlijk gedaan. Want we konden maar een paar koffers meenemen naar Amerika. En we hadden wel wat spulletjes nog bij mijn ouders gezet en mijn Max' ouders. Maar toen hadden we echt opgeruimd. En nu, het gaat zo snel altijd met spullen verzamelen. En ik ben heel slecht in weggooien. Dus ja, ik gooi dan altijd maar weer gewoon een kast in of zo. Omdat ik denk van, oh, maar ik kan het vast nog wel even gebruiken ooit, weet je wel. Hier ben ik helemaal zwart. Slecht licht. Dus ja, dat is nu een beetje pijnlijk. En ik wil dus nu goed gaan kijken naar spullen van, wat ga ik misschien verkopen? Wat ga ik misschien weggeven? Wat ga ik aan de kringloop geven? Wat kan ik tweede levens geven? En welke spullen moeten misschien gewoon echt weg? Of hou ik? Ook nog een optie. Dus, Max, heb je er zin in? Max kijkt heel blij. 3, 2, 1. Opruimen! Oké. Eerst die jas even eruit, denk ik, en die allemaal hier. Dit is ook zoiets, hè? Hebben jullie dat ook? Dat je allemaal van die katoenen tasjes hebt, die je dan bewaart. Oké. Dingen zijn leeg. Nou ja, op een paar dingen na die daar echt wel mogen blijven. En dit is oud papier. En dit zijn tasjes die ik kan gebruiken om dingen op te sturen en zo. Dit is wat we er nu uit hebben gehaald. Het is echt heel erg. En het brengt best wel moeilijke vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld. Waarom zijn wij zo? Ik dacht meer aan deze Friends DVD-box. Oh, wat was ik daar blij mee. Maar ja, ik heb niet eens een DVD-speler meer. Wat ga ik hier in godsnaam nog mee doen? Ja, maar ik vind het zo zonde om weg te gooien of om weg te doen. Ik wil het ook wel gewoon hebben. Het is ook the end of an era. Ja, blijkbaar hebben we ook dat met een hoop verpakkingen. Want er zijn vooral lege dozen van dingen. Ik denk van, why? Ja, nou, misschien is het nog handig een keer. Ja, dat is echt die oud-Hollandse. Oh, je weet nooit, hè, jongens. Nou, dan gaan we nu aan de slag om al deze spullen te categoriseren en uit te zoeken. Sorteren. Ik ben er echt nu al helemaal klaar mee. Heb je dat ook? Dat je dan heel enthousiast begint met opruimen en dat je denkt, yes! En dan op een gegeven moment dan heb je fucking troep gemaakt en dan heb je geen zin meer. Dat is wat er altijd bij jou gebeurt. Zo, dat is wat er altijd bij jou gebeurt. Ik vraag ook wel wat zo'n bende is. Dat is helemaal niet waar. Ik ben een hartstikke opgeruimd persoon. Ik vind dit ook een goed voorbeeld. Ik heb hier een kabeltje van iets waarvan ik niet eens weet wat het is. Maar het ziet er wel kostbaar uit. Dus ga ik het dan... Wat moet ik hier mee? Ja. In een bakje met kabeltjes. Ja, maar dan krijg je dus een bakje met kabeltjes waar je nooit voor je leven iets mee gaat doen. Ja. iPhone doosje van een iPhone die al lang op de bodem van de zee ligt. Oplettende kijkers weten hoe dat zit. Masha. Ja, dat is lullig. Ik sla hier ook het gedeelte even over dat ik een nieuwe en betere iPhone heb nu dankzij Masha. Ja.
Nou, het is al helemaal donker geworden. we zijn er best wel lang mee bezig geweest. Twee weken later. Nee. Dit was kast 1, hè? Goed. Ja, dit was kast 1. Ik ben er al helemaal klaar mee. Mijn tactiek is ook om gewoon halverwege zeggen van... Ah, ik heb eigenlijk wel honger. Heb jij ook honger? En dan ga ik eten maken en dan... Duurt het 2 keer zo lang. Dan mag jij het doen. De conclusie. Kijk, de tafel is weer leeg. Goed, hè? Oh, je tasjes. Ja. Dit is nu spullen die we gewoon bewaren en die dus weer terug de kast ingaan. Dit zijn spulletjes die naar de kringloop gaan. Waaronder je, we hebben een beslissing genomen, hè? Ja, waaronder de Friends CD-box. En dan tenslotte nog wat afvaldingetjes en plastic afval. Dus in ieder geval gewoon lekker alles scheiden en zo. En nou, we hebben gewoon gekeken naar wat er een tweede leven kon krijgen. En best wel wat eigenlijk. Dus ik hoop dat het een goed plekje vindt. Nou, tada dan maar, hè. Kijk wat een ruimte. Kijk hem. Kunnen we weer nieuwe spullen in doen. Ja, eerst goed, ik over een extreme home makeover dit. Waar blijft die schreeuwende Amerikaanse idioot? Oh ja. Let's go have a look at your new house! Oh jezus, dat was harder dan ik wilde. Ja, dat is wat je zei. Nou, dat was hem. Deel 1 uit deze videoreeks. Er komen in de aankomende maanden gewoon meer van dit soort video's. Want, nou ja, zoals we al zeiden, we gaan het flink aanpakken, het huis. Niet elke week komt er hier een video over. Er komen tussendoor allemaal andere leuke video's. Heb je nog suggesties, laat het me weten. En voor nu bedankt voor het kijken. Ja.